De rest van het project gaan ze dus niet onthullen vanwege afspraken met partners. Ook vanwege veiligheidsoverwegingen. Oneerlijke concurrentie is nog niet allemaal afgeschaft en houdt men stil om niet alles door te vertellen. Als je dan kijkt, 8400 passagiers kunnen ze per uur vervoeren. In totaal 21 stations, 15 kilometer, dus er gaat heel wat gebeuren. Dit zijn een aantal tekeningen, foto's voor een station. En dan zie je heel veel verschillende stations. En onderin zie je ook dat er een platform is voor helikopterplatform. Ook een bekendgemaakt Unicont in Nigeria. In Nigeria gaan ze van het eiland Tinkan Island naar de hoofdstad Lagos een project bouwen. Het is een baan van 20 kilometer en kost ongeveer $280 miljoen. Maar dit is een van de routes die bekendgemaakt zijn. Het zou de vervuiling drastisch verminderen door de zware vrachtwagens van de weg te kunnen halen. De Indonesische regering gaat de huidige hoofdstad Jakarta op het eiland Java ook vervangen door een nieuwe op het eiland Borneo. Sorry. Volgens president Joko Widodo is de mega metropool Jakarta met zijn 11 miljoen inwoners niet meer geschikt om te nog langer in gebruik te hebben, want stadsdelen aan de kust staan regelmatig onder water, want ze liggen onder zeeniveau. En in een van de districten van Jakarta wordt nu een verhoogde U-string testbaan aangelegd met een lengte van ongeveer 8 kilometer. Met de auto zou je er 25 minuten over rijden, met de bus zelfs 50 minuten, maar met Chinese stringtechnologie 3 minuten reistijd. En de volgende ontwikkelingsvoorstel is een verbinding van een nieuwe hoofdstad van Nusantara met het eiland Java, met een drijvend onderwatertransporttunnelsysteem. En Indonesië, Nusantara en Jakarta zie je hier ook de nieuwe hoofdstad die ze gaan bouwen en de wagons. Er is ook een tentoonstelling geweest over wegeninfrastructuur in Azerbeidzjan. En in Azerbeidzjan werd de tentoonstelling beschouwd als het belangrijkste evenement dat betrekking heeft op de wegeninfrastructuur van het land. Het bracht professionals uit verschillende sectoren samen. Van de weginfrastructuur, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en informatietechnologie. En vertegenwoordigers van de stadsdepartementen van Azerbeidzjan, het ministerie van Transport, van de Communicatie en Hoogtechnologie en industriële overheidsinstanties en bedrijven uit de wegenbouwsector. Als je dan kijkt naar financiële gevolgen, want mensen zijn bang door de oorlog in het oosten van Europa, maar daar heeft Skyward Community totaal helemaal niks mee te maken, want hun financiële verwerkingen gaat allemaal via andere landen. En dat zie je hier bij Vanuatu, bij Australië en bij de Cayman-eilanden en ook op Cyprus. Daar zit ons financiële systeem. Hier zie je het even over de wereld verdeeld. Zit het heel mooi over de wereld verdeeld. En er is goedkeuring van crowdfunding. Want de regering van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn hoogheid Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresident, premier van de Verenigde Arabische Emiraten en heerser van Dubai, hebben het gebruik van crowdfunding in de publieke en private sector goedgekeurd om nieuwe projecten te financieren. Hoe geweldig is dat? De Sheikh merkte op dat crowdfunding een van de beste manieren is om van financiering te krijgen voor innovatieve zakelijke ideeën die jonge innovators en ondernemers willen helpen. Ze hebben het over het werven van fondsen voor de uitvoering van eventuele projecten en ideeën op speciale platforms. Crowdfunding platforms worden gereguleerd door de Security and Commodities Administration, SCA. Als we het samenvatten, ondersteunen wij een bedrijf dat iets bouwt wat nog bijna niemand kent. Het bovengrondse transport van U-Sky is innovatief, snel, veilig, economisch eenvoudig te integreren en milieuvriendelijk. We zitten nu in fase 14.3. Alleen fase 15 komt hierna nog en daarna stopt het. Dus wij hebben nog een tijdje kans om mensen hier een investering te laten geven en zodat ze straks zelf voor hun toekomst ook nog lekker mee kunnen genieten van de winst die het bedrijf gaat maken. Waarom investeren mensen in U-Sky? Omdat de snatransportmotor stoot geen schadelijke stoffen uit in de atmosfeer.
Voor de aanleg van een kilometer van de snelroute is minder dan 100 vierkante meter land nodig. Dat is de oppervlakte van een bospad. De aanleg van snarbanen zal het natuurlijke landschap niet veranderen en zal de bossen die zuurstof produceren alleen maar verbeteren. Die kunnen we houden, die hoeven niet gekapt te worden. De meest veelbelovende gebieden voor ons zijn in het Midden-Oosten en Azië, met plaatsen waar sprake is van natuurlijke bevolkingsgroei, zoals onder andere in India of Pakistan. Als mensen ook nog een officiële site willen gaan bekijken, dat kan. Je kunt naar unisci.com/about. Maar beter is nog het bedrijfsnieuws van unisci.com/nieuws. Daar kun je alles lezen en dat is gewoon interessant om te kijken. En dan zie je alle vooruitgang van het bedrijf zelf. Dus dat is gewoon heel goed om nog eventjes te bekijken. Zijn er vragen, dan kunt u ons altijd bellen. Mijn telefoonnummer en het telefoonnummer van Earl staat hier. Dan zijn we altijd bereikbaar. Want als mensen vragen hebben, wij zijn er om jullie te ondersteunen, om jullie te helpen. En als wij het niet weten, kunnen wij het altijd aan het bestuur vragen. Of aan mensen, de medewerkers. We hebben toegang tot heel veel mensen. Dus willen jullie dit, hebben jullie vragen over dit, dan bent u altijd welkom om ons die vraag te stellen. En dan wil ik jullie bij deze bedanken voor uw aandacht. Blij dat het nog een beetje gelukt is. Dat de technische ondersteuning was wel even een beetje lastig. Maar op dit moment is het gelukt en heel fijn. En dan wil ik jullie bedanken. En hoop ik jullie volgende week weer te zien. En dan hopelijk in omstandigheden dat het minder lastig is geweest om in te loggen. Wat voor jullie nu eigenlijk voor iedereen heel vervelend is. En waar wij ook niks aan kunnen doen. Want wat er achter de schermen geweest is, weten we niet. Maar heel fijn dat het nu nog lukt. En ik wil u namens Anatolie Ninsky bedanken voor de aandacht die jullie toch nog hebben mogen krijgen van mij. Dankjewel en tot de volgende week. Dag!